Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft het project Kinderrechten op zaterdag 13 mei afgesloten in het district Marowijne. Voor dit project zijn diverse districten in de afgelopen maanden bezocht, zei minister Stephen McAndrew. Het doel is geweest kinderen en jeugdigen bekend te maken met het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. We continu gekeken wat de kritieke issues waren en dan gedrag om kinderen op speelse en creatieve wijze, dus op een kindvriendelijke manier, hun rechten bij te brengen. En dat denken we dat het aardig is gelukt. Dus we gaan kijken hoe we de overige districten kunnen kofferen. Kinderen zijn afhankelijk van volwassenen en dat maakt hen kwetsbaar. Zij kunnen zichzelf nog niet goed verdedigen of beschermen. Dit maakt kinderen kwetsbaarder voor mishandeling of uitbuiting. Een kind in ontwikkeling heeft de liefde, zorg en aandacht van volwassenen nodig. Het is daarom goed dat er kinderrechten zijn. Deze zijn de minimumeisen waaraan voldaan moet worden in de omgang met kinderen. Suriname heeft het kinderrechtenverdrag ondertekend en is daarom verplicht erop toe te zien dat de rechten van kinderen worden nageleefd en beschermd. Het project dat werd getrokken door het onderdirectoraat Jeugdcentra van het ministerie omvatte voorlichtingssessies, rollenspellen, creatieve expressie en expos, waardoor de doelgroep bekend werd gemaakt met haar rechten. De kick-off van dit project was in januari. Bij de afsluiting in Mungo werd de focus gelegd op hygiëne, de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik onder jeugdigen en kindermishandeling. Minister McAndrew zei verder dat de financiering voor het project tot zover is gedaan door UNICEF. Met het oog op het nog aandoen van de overige districten zal volgens de bewindsman het overgehouden budget van jeugdzaken worden aangesproken.